van studiefinanciering Suriname. Dat fonds verstrekken studieleningen aan studenten van de universiteit en de HBO-onderwijsinstellingen. Het zijn de HBO-onderwijsinstellingen die zijn geregistreerd bij het ministerie van Onderwijs. Studenten moeten aan voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen. Je moet de Surinaamse nationaliteit hebben of je moet ingezetenen zijn van de Republiek Suriname voor wie het proces tot naturalisatie al is aangevraagd of is ingezet. En je moet ingeschreven zijn bij de onderwijsinstelling. Dus je moet ons wel kunnen aantonen dat je student bent. Dat zijn de twee voorwaarden. Wat kun je lenen uit het fonds studiefinanciering? Je kunt het inschrijfgeld lenen. Je kunt het collegegeld lenen. Je kunt daarnaast ook maandelijks een bedragje lenen. Dat varieert tussen de 225 SRD en 2000 SRD. Er zijn een aantal pakketten, ik geloof een stuk of 8 pakketten. En dus je kunt gewoon een pakketje kiezen, dat max 2000 SRD. We hebben daarnaast ook een additioneel krediet. Waarvoor is het additioneel krediet bestemd? Zeg maar als je voor je studie een laptop nodig hebt, dan kun je uit additioneel krediet een laptopfinanciering van ons krijgen. Bij sommige onderwijsinstellingen voor de opleiding moet je een verplichte studiereis maken naar het buitenland. En dat kost natuurlijk ook geld. Je zou dan ook als additioneel krediet voor je studiereis geld kunnen lenen. Maar wel de voorwaarde bij deze twee is wel dat je al een lening bij ons moet hebben en dat additioneel erbij kunt lenen. We hebben recent ook nog huishuurfinanciering gelaunched. Dat is 0% rente. Dat is bestemd voor studenten uit de districten. Waarbij de afstand van hun huisadres naar de onderwijsinstelling minimaal 50 kilometer moet zijn. En waarbij er geen schoolvervoer aanwezig is. En dan zijn die studenten om die reden genoodzaakt om een kamer of iets te huren, een onderkomen te huren in Paramaribo. Zij kunnen dus maximaal 2000 SRD per maand lenen. Dus zeg maar als je een maandelijks leenbedrag hebt van maximaal 2000 en huishuurfinanciering wat 0% rente is, de overige hebben wel rente van 4%, maar die huishuurfinanciering is 0% rente, heb je maximaal 4000 SRD extra elke maand. Zoals ik aangaf is de rente voor de studieleningen 4% per jaar en de aflossing mag na afstuderen en als lichtrein hanteren wij 2,5 maal de nominale studieduur. Je mag, als je tijdens de studie kan aflossen, mag dat, maar je mag een jaar, je mag na de studie aflossen en er is ook mogelijkheid voor grace van maximaal 1 jaar. Dus je hebt een jaar de tijd om een baan te zoeken en dergelijke voordat je aanvangt met de aflossing. We hebben het bewust niet al te hoog gehouden, want als je hem hoog houdt en ze hebben daarnaast nog collegegeld en inschrijfgeld, hebben ze aan het einde van de studie een te hoge schuld. We hebben als bank natuurlijk ook dat we de studenten moeten beschermen. We hebben zorgplicht als bank en daarom het is een bijdrage. Moet het niet volledig dekken de kosten. Want in feite heb je een ouderbijdrage ook. We gaan ervan uit dat de ouders ook moeten in kunnen, als ze kunnen, dat ze inkomen met een deel. En wij komen met een deel in. En het is een bijdrage, het is niet volledig dekkend en bewust ook. Omdat je natuurlijk de student niet wil opzadelen met een hele hoge schuld aan het eind. Want de student lost vaak genoeg niet af tijdens de studie. En de rente loopt wel vanaf dag 1. Dus aan het einde, als de student is afgestudeerd, heeft hij al een hoge lening. En ja, als student moet je nog een baan zien te vinden en je wilt daarnaast natuurlijk ook jezelf opbouwen. Je moet nog een perceel kopen en dergelijke, dus we houden het bewust niet heel erg hoog. Ja, we hebben natuurlijk een aantal incasso maatregelen, maar we zijn geen commerciële bank, we zijn een ontwikkelingsbank. Wij kijken ook naar de draagkracht van de studenten. Wij maken progressieve aflosafspraken, dat bieden we gewoon aan. Zeg maar als je bent afgestudeerd en je hebt een baan en je kan nog... Ja, zeg maar, als ik het uitreken en je moet 2000 SRD aflossen en dat is nog veel te hoog, dan kijken we wat kan je wel. Dus we kijken echt wat kan die student zich op dit moment permitteren om af te lossen. Wij zeggen, los dan minimaal de rente af. Begin alvast daarmee. En dan gaan we steeds evalueren na 9 maanden of na een jaar. Dan evalueren en kijken we, oké, kan je nu meer permitteren? En dan zo maken we steeds verhoogde aflosafspraken. Wat is de aanvraagprocedure? We hebben een aanvraagformulier, dat kun je invullen, indienen bij ons.
Maar de meeste onderwijsinstellingen helpen daar ook, ondersteunen ook daarin. Je kunt het dus ook bij je onderwijsinstelling invullen, indienen. En zij sturen het dan bulkgewijs naar de NOB. Je mag het persoonlijk bij de NOB indienen. En we hebben een website, www.nob.sr. En daar kun je hem online gewoon invullen en submitten. Natuurlijk hebben we wat documenten nodig, waaronder CBB-uittreksel en nationaliteitsverklaring. Bij de NOB kunnen we dat ook zelf voor je halen. Dus je hoeft dat niet speciaal te gaan halen bij CBB. Je kunt je aanvraag indienen zonder die twee documenten. En tegen een vergoeding kunnen wij dat zelf uit het systeem voor je halen. Nadat je aanvraag hebt ingediend, doen wij een bureauonderzoek. We hebben een intakegesprek met de student. Als er een borg is, hebben we ook een intakegesprek met de borg. En daarna kunnen we een advies uitbrengen. Het advies gaat dan naar de Raad van Toezicht. Die geeft goedkeuring en als het is goedgekeurd, wordt de student opgeroepen om de leningsovereenkomst te ondertekenen. Als de leningsovereenkomst is getekend, dan vindt de uitbetaling plaats. Het inschrijfgeld en het collegegeld wordt rechtstreeks aan de onderwijsinstellingen uitbetaald. En het maandelijks leenbedrag wordt aan de student uitgekeerd. En als er bijvoorbeeld een additioneel krediet is, dan wordt het naar de instelling, dus zeg maar als het de laptop is, dan wordt het naar het bedrijf overgemaakt die de laptop gaat verstrekken. We hebben bij de studieleningen kunnen studenten ook een prestatiebeurs krijgen. Zeg maar, we hebben vier varianten van prestatiebeurzen. Zeg maar, als ze een fase hebben afgerond met gemiddeld 7,5 en dan ADEC heeft bijvoorbeeld een bachelor 1 en een bachelor 2 fase. Heeft de student bijvoorbeeld de bachelor 1 fase afgerond met een gemiddeld cijfer van 7,5 en hoger, kan die student over het kalenderjaar waarbinnen die student die fase heeft afgerond, zeg maar B1 is afgerond in 2024, dan wordt de rente van januari 2024 tot en met december 2024 afgeboekt van de lening. We hebben ook een rentekorting, een prestatiebeurs, als de student de studie binnen de reële duur heeft afgerond. En de reële duur is zeg maar, ik heb een voorbeeld van ADEC verder, de bacheloropleiding duurt nominaal 3 jaar. Maar reëel duurt hij 4 jaar. De meeste studenten ronden af binnen 4 jaar. Dus als je binnen de reële duur, dus van een maximale uitloop van 1 jaar de studie afrondt, krijg je rentekorting over je studieperiode vanaf je bent ingeschreven tot de maand van afstuderen. Die rente wordt afgeboekt van de lening. Dan hebben we de nominale duurkorting, dat is dus de nominale duur, bachelor dus 3 jaar. Ben je binnen 3 jaar klaar met je opleiding, heb je een renteloze lening. Dan wordt zowel tijdens de studieperiode als tijdens de aflossingsperiode de rente volledig afgeboekt van je lening. Maar rond je af binnen de nominale duur, plus je hebt een gemiddeld cijfer van 7,5 en hoger, dan krijg je zelfs een kortingje op je lening. Dus dan los je niet af wat je van ons hebt geleend, maar met een korting iets minder dan wat je hebt geleend. Okay. Het fonds tegemoetkomingen studenten, dat is recent gelaunched. En dat fonds is voor de openbare VOS-scholen, voor leerlingen van de openbare VOS-scholen. En voor bachelorstudenten van de ADEC, IOL, het Conservatorium Suriname, AHKCO, PTC en het LOBO. Die studenten van die onderwijsinstellingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Ook hier zijn de voorwaarden, Surinaamse nationaliteit. En je moet zijn ingeschreven, Surinaamse nationaliteit ingezeten. En je moet zijn ingeschreven, want je gaat je inschrijfbewijs moeten aantonen. Ik wil ook even aangeven dat ADEC nu even wat problemen heeft om een inschrijfbewijs te geven aan de studenten. Daarvoor hebben wij wel een oplossing. De studenten mogen, ze krijgen wel hun studentenpas, maar het bewijs van inschrijving, dat doen ze middels een factuur, krijgen ze nog niet. Maar die studenten kunnen met hun studentenpas en een kopie van het overmakingsbewijs wel de aanvraag alvast doen. Want dat accepteren we dan ook als inschrijfbewijs. Wat krijg je als tegemoetkoming? Je krijgt een deel van het inschrijfgeld terug. Dus je moet jezelf wel inschrijven en het volledig betalen. Dan kun je een deel van het inschrijfgeld terugkrijgen uit dit fonds. Het is voor maximaal 4 kinderen per gezin. En het eerste kind kan 20% terugkrijgen. Het tweede kind 25%. Het derde kind 30%.
En het vierde kind krijgt 35% terug als tegemoetkoming. Het is bestemd voor het schooljaar 24-25. Daarna gaan we evalueren en kijken of we het volgend jaar weer gaan doen. En ik roep de leerlingen op, dien je aanvraag snel in. De aanvraagperiode is tot en met 31 oktober 2024.